locatiepunten was dit dan? Ja, telefoon. Ah, daar namen we. Maar dit is nou origineel. Ja, alles is origineel wat hier ja. Dit is inderdaad een lofter. Ja, voor de verversing. Ja, luchtverversing. Ja. Dat zie je overal in die bunkers. Ja, dat klopt. Als je dus een bunker had waar manschappen verbleven, dan moest je inderdaad de luchtverversing op natuurlijk. En hier daar een kacheltje. Ja, een kachel. Dat is eigenlijk een drukvat, hè? Dus een bunkerkachel. Want dan konden ze, als je natuurlijk stookt, dan heb je een rookpluimpje op het dak. Ja. Als er ja. een vijand kwam, dan kon je die kachel in één keer dichtzetten. Ah, slim. Maar dat bouwt natuurlijk druk op. Dus dat moet je wel kunnen. Dus die zijn er goed van. Ja, dat is vrij. Sorry. De gaande pers is dit. Ja, dat is een apparaat. Ja, leuk. Ja, ja, dat zie je wel. Die bunkers in de duinen, die waren gewoon open. Ja. En ja, deze deur niet, maar die panzerdeuren die zijn 200-300 kilo per stuk. Dus die werden er meteen uitgenomen, toen altijd zo op een toch zijn ze er wel in geweest. Die gang is altijd dichtgemetseld geweest. Hiervoor heeft altijd een deur in gezeten, maar er zat nog een spleet boven. Dus als je een beetje moeite deed, dan kwam je wel binnen. Dus dit is altijd een speelhoek geweest voor de jeugd. Maar ze hebben dan toch ja. In 2017 is hij ook van jullie als museum. Ja, 2017 hebben wij hem in bruikleen gekregen. Leuk. En toen werd hem dus geschilderd en opgeknapt. En een jaar daarna dus de eerste keer ook. Echt, telefoon ook? Ja, Duitse. Allemaal dat die er allemaal in zitten. Dat is echt. Het mooie was dat wij deze bunker kregen en dat we hem openmaakten. Ja. Toen moesten we bij de gemeente heel lang zeuren om dus wist niet wie de sleutel was. De sleutel was weg. Dus dat heeft nog weken geduurd voordat we een sleutel kregen. En toen maakten we hem open. Toen zagen we dat dit er nog helemaal in zat. Deuren erin zaten, die hoesten zaten er allemaal in. En die bunker was zo compleet. Dat kon omdat ze hebben na de oorlog willen bewaren voor de koude oorlogsperiode. Ja, als jaren 50. Ja, voor de gemeente of zo. Of, na de jaren 50 was het de Sovjet-Unie ja. Bang. Leuk hoor. Ja. Ja.